Nou, eens even wat suiker erbij. Zeg Maria, hoe was jouw weekend? Mijn weekend? Oh, geweldig. Ik heb zoveel leuke dingen gedaan. Gisteravond een film gekeken. Oh, leuk. Ja, echt gezellig. Bij een paar meiden aan het einde van de avond lag op de grond. Het was echt awkward. Ik heb nog dat je dat eens op te zeggen. En jouw weekend, wat heb jij allemaal gedaan? Ja, ik weet niet. Gewoon een beetje wat ik gebruikelijk doe. Gegeten bij mijn schoonmoeder. Daarna spelletjes gespeeld. Mm-hmm. En jij? Oh. Je bent je stem voor haar kind. Ah, ze is zo erg aan stappen, ze is ook wel stem voor haar. Ja. Hey, kennen jullie Pieter Boutens nog? Die oude vriend? Pieter! Natuurlijk! Ja. Ik zat bij hem in mijn klas! Oh. Ik ook bij wiskunde gewoon. Dat was echt zo'n leuke vent. Oh ja, ja, Dindert. Ik vond hem echt... Ja, wat vond je ervan? Je vond hem een vet sexy, hè? Nee, ik vond hem echt een neuk. En van, hij zat altijd maar te schrijven en... Ja, die klassieke taal was echt altijd bezig. Wisten jullie dat hij op zijn 18e al een literair werk had vertaald? Oh, echt? Hij had het met je 18e al. Of uit Grieks, wat heeft hij gedaan? Voor mij Grieks, toch? Ik weet het niet meer. Dat kan wel. Voor mij Grieks. En hij was toch ook degene met... die gedichten, hij schreef ook die vreemde homoerotische verhalen. Weet Zeg, ik heb ze nooit gelezen. Heeft een van jullie ze gelezen? Ja, ik ben eraan begonnen, maar toen had ik op een gegeven moment zoiets van laat maar zitten. Ja, laat maar zitten. Dat werd een beetje te intiem. Te gedetailleerd. Ja, onze Pieter. Ja. Boutens was de derde zoon uit een Zeeuws pottenbakkersgezin. Ook was hij streng protestants opgevoed. Boutens groeide vrij eenzaam op. Hij had een hechte band met zijn moeder, maar kon het niet goed vinden met zijn vader. Later is hij gaan studeren aan de Universiteit van Utrecht. Maar tijdens zijn studie keerde Boutens zich af van het protestantse geloof. Hierom weigerde zijn vader zijn studie te betalen, maar doordat hij een lening kon krijgen, kon hij toch een studie klassieke talen afronden. Zijn studie stond vooral in het teken van Griekse en Platonische filosofie, maar door geldzorgen werd hij gedwongen om een baan aan te nemen als leraar klassieke talen aan de jongenskostschool Noorti. Hier deed hij in 1896 examen en promoveerde hij in Utrecht in 1899 cum laude tot dokter in de letterkunde. Door een fysieke ineenstorting in 1904 moest hij het leraarschap naast zich neerleggen. Later is hij gaan wonen in Den Haag en gaf privélessen om in zijn levensonderhoud te voorzien. Uiteindelijk ging het Boutense weer voor de wind en richtte toen in 1905 de Vereniging van Letterkunde op. Maar ook op financieel gebied ging het goed. In 1930 besloot de ministerraad hem geen koninklijke onderscheiding te geven wegens zijn seksualiteit. Hij woonde namelijk samen met zijn vriend Cornelis van Duivenbode. Het bekendste werk van P.C. Boutens is het gedicht Beatrice, dat gaat over een non. En daarover hebben we het volgende filmpje gemaakt. Thank you.
maar niet. Dat zijn we nog te jong voor? Ja. We moeten over de schrijver van de straat filmpje maken van... bijvoorbeeld, dit is de PC Boutenstraat. Ja. En dat was een schrijver van gedichten en klassieke taal deed heel veel. Ja. En we moeten dan als een soort presentatie moeten we dan opnemen. Mooi. Heel mooi. Maar jullie hadden iets van de universiteit. Ja, want dus hij moest kiezen. Jullie dan helemaal hier. Nee. Ja, dat is wel heel erg. Nee, hij moest kiezen tussen de universiteit en het geloof. En, ja. Jullie weten er al heel veel van ook. Ja, we moeten echt. Leuk hoor. Okay. We keken ineens uit het raam en zeiden: hé, wat krijgen we nou? Nee, je moet er niet de tas vergeten, hè? Die bedoel ik. Oh shit, mijn tas. Hoe hebt gij mij genezen uit lusteloze dood? Tot al die gouden vrezen van dit morgen nieuwe rood. De blijde vloed komt binnen en vindt mij leeg en rein. Ik kan mij niet bezinnen, wordt een verbije schijn. Ik voel het tedere leven, zo warm, zo bloed als warm, zo rood. Door sterke handen beven bij het breken van mijn brood. De dauw die koelt mijn mond en de schaduw in mijn borst. Laat maatelijke gronden van onvermoeden dorst. Mijn zalige ogen wassen zich weer na lange tijd in de doorzonde plassen van Gods oneindigheid. Gelouterd zijn mijn oren, weer kan ik door gebed. Der diepe stilte horen tot heimelijke tred. Hoe heb jij mij genezen uit lusteloze dood? Tot al de gouden vrezen van dit nieuw morgenrood. Kijk eens naar de camera allemaal, lachen! Ja. Sander, kom er ook bij! Lachen! Klaar! Goed! Yay. En ik kan dan naar huis? De nieuwe rek drukken? Ja, nieuwe rek. Maria.